hoorn. We hebben morgen onze eerste try-out. Dus vandaag is de dag dat we nog één keer alle scènes achter elkaar gaan spelen. Doen we een zogeheten stop-and-go. Dus vanaf het begin tot het eind er doorheen. En op het moment dat het even niet goed gaat, kunnen we even stoppen. En dan pakken we het opnieuw. Een paar dingetjes aanpassen nog. En dan vanavond voor het eerst echt voor mensen. En we hebben hem nog niet in zijn geheel gespeeld. Dus dat wordt gezellig. Heel veel zin in. Heel spannend. Heel veel zin in. Kijk, Michiel. Hier heb ik dus ook de hele tijd heel veel zin in. Michiel gaat dus, die loopt zo constant zonder voet. Top. Als ik het niet meer weet, geen idee waar ik ben. Ik word nu gezender. Heerlijke koude handen. Ik heb bijna geen woord meer door te staan. Geen enkele straat aan. Je trekt het godverdomme door het hele huis. Heb je nog een repen? Ik niet echt. Doe of je thuis bent, kom maar uit. Maar wie we weten gebruiken, geen verslag. Hij is uw allerbeste vriend. Hij was de leukste man op aard. En hé, dat zeg ik niet, luister naar zijn vader God. Zijn woord is mij veel waard. Ik ben al twintig keer op mijn bek gegaan, want dan wil ik mijn broek uittrekken, maar dan heb ik mijn schoenen nog aan. Dus er staan de mensen staan aan mijn broek te sjorren. Gisteren duwde ik een bank af en in de coulissen stonden drie hele lieve mensen die zeiden, hij moet niet af. Ik zei, ja, hij moet wel af. En hij moest natuurlijk niet af. Dus die logistiek, zeg maar, vind ik heel moeilijk. Het schijnt dat als je er al gewend bent, dat het allemaal hartstikke leuk is. Ik zie het wel komen. Oké, als je er even op de deel van komen. Ja, waarschijnlijk ook. De allermooiste weg te gaan van de hel naar huis. Zo, bro. Dit wil toch helemaal niemand zien? Ik heb zeg maar gewoon rond zo gedaan. Ik weet het echt niet. Het is echt, de marathon is te gek. De marathon wel. Ik als vrouw, ik weet het niet. Je moet er niet aan beginnen. Als ik ineens blijf staan, denk de vrouwen hier. We hebben een beetje, nou, hebben we stress? Ja. Ja, nou ja, ze zeggen het, maar ik deed een snoepje. Mooi, hè? Ja, we hebben toch een jel. Heet op. De generaal gaat zo beginnen. En we hebben publiek die komt kijken. En we gaan voor het eerst eigenlijk door het hele stuk heen. De zenuwen slaan in, heb je het door? We gaan er tegenaan. Binnenkort bij jullie in het theater. Moet dat erbij? Vast niet. Dag! Dankjewel voor je bestaan.